Vandaag zitten er custom sticks in Minecraft. En deze kunnen wel heel erg sterk zijn. Zo kan je bijvoorbeeld van 2 diamonds een diamond stick maken. En alles wat je dan aanraakt, wordt ook diamonds. Maar dat is niet eens de beste stick die er is. Wil jij weten wat dat is? Kijk dan zeker verder. Oh, ik kan niet wachten hoe nieuwe stokjes mijn leven beter gaan maken. Laten we beginnen met het eerste stokkie. Het is van Planks. Een stokkie! Maar hij doet niets. Oh, oké. Okay. Weet je wat? We gaan hier. Kom eens hier. Ik heb een stok. Voilà met de stok. Oké, we hebben 2 hiervan. En dan pakken we nog eventjes wat hout erbij. Maken we een crafting table. Gooien we het boven elkaar. Let's go. Bacon stok. Een stok van bacon. De droom van elke persoon. Wat staat hier? Attack an enemy to inflict knockback 1000. Wajo. Oké, let's go. Bacon stick. Laten we eens even kijken. Werkt dit? Woo! Oké. Ik weet niet precies wat ik eraan heb. Ik kan denk ik beter... Waar kan ik beter een stick van hebben? Diamonds. Er moet sowieso iets met diamonds zijn. Weet je wat? We gaan gewoon beginnen met minen en misschien... Wacht even, we beginnen anders wel met iron. Want ik weet om heel eerlijk te zijn niet heel goed wat ik met een knockback stick kan doen. Hey, achievements! Oh, ik dacht ik hak naar beneden. Ik kom gewoon aan de andere kant uit. Oké, dit werkt. We gaan hier naar beneden. Oh nee, er is water. Waarom is... Oh nee, waarom zit hier opeens water? Ik ben gewoon op zoek... Wow, hoeveel water is dit? Wacht even, er is de zee. Ik heb gehakt tot de zee. Lekker bezig, Wouter. Oeh, die is hier wel cool. Oké, dit is niet de beste strategie. Kijk, hier moet ik wel wat iron gaan vinden. Holy moly. Ik heb nog nooit zo'n worldspawn gezien. Yo, dit is gigantisch. Het is wel exact... Ik kan niet eens zo ver kijken als dat het gaat, joh. Oh, er zijn wel veel beesten. Ah, iron! Nee, goud. Och, weet je wat? Soms moet je risico's nemen in je leven. Dit is zo'n moment. Is dat water? Nee, dat is geen water. Ofwel. Ik weet het niet. We nemen het risico. Oh! Oh, het is water. Het is water. Klein risico. En we hebben iron. Nu zorgen dat we niet worden opgeblazen. Yo, dit is toch een best wel grote challenge. We hebben in ieder geval nu iron gehakt. Die gaan we omsmelten. En met een beetje geluk kunnen wij daar... Ik hoop dat het werkt. Ik hoop dat het... Yes! Iron stick. Breaking a block drops an iron ingot. Wacht even. Als ik dit kapot... Wat? Hé, er zit gewoon nog iron achter verstopt. Nu is opeens overal iron. Oh, kijk nou. Maar als dit met iron werkt, werkt het dan ook met diamonds? Ik ga eerst even een iron setje maken. 40 iron in de pocket. Zo, dan maken we een mooi setje. Doen we zo. En deze. En we doen ook wel een zwaardje erbij. We hebben toch genoeg spullen. Hupsakee. En toen had je in één keer een full iron set. We maken nog ook even een... pickaxe erbij van iron, zodat we in ieder geval wat diamonds kunnen hakken. En er zijn nog veel meer custom sticks. Niet alleen met, ik denk ook goud trouwens, goud, iron en diamonds, maar ook nog andere objecten, ook die met monsters te maken hebben. Dus blijf zeker kijken om die te checken. Dan ga ik even op zoek naar wat diamonds. Deze caves zijn zo gigantisch. Dit wordt zo gevaarlijk. Oh, hij kijkt al naar... Hij schiet al! Wegwezen. Wegwezen. Oké. Ah! In mijn rug. Oké. Snel, waar kunnen de diamonds? We gaan weg hier. Waar kunnen de diamonds? Please. Oh, verkeerde pickaxe. Wees nog diamonds achter. Nee! Oh, wel achievement, maar bah! Oh, we hebben hier nog gold. Weet je wat we doen? Gold. Ik denk namelijk dat we daar ook een stick van kunnen maken. Zou het werken? Oh, nee, wacht even. Ik denk dat ik het eerst nog moet smelten dan. Zo. En dan het goud erin. Kan ik die glowberries opeten? Wow, dat kan. Oh, lekker. Kijk nou hoe gigantisch het hier is. Volgens mij was het wel zo trouwens. Oh, dit is risico. Maar je kan ook een enderstick maken. Alleen, ik ben bang voor de damage van de enderman. Oh, of niet. Ik heb alleen helaas geen ei gekregen. En die heb je wel nodig om die stick te maken. Kan hij hier? Ja, oneindig goud. Goud voor dagen, dames en heren. Let's go. Kom maar hier met dat goud. Kom maar. Diamonds. Nou, volgens mij is dit genoeg. Ik denk dat je 2 nodig hebt. En ik had al 1 diamond. Yes. Yes. Oké, snel terug naar de crafting table. Haast je terug. Dit is levensgevaarlijk. Oké. Please werk. Dit... Diamond stick. Dit is toppie. Dat betekent dus dat als we dit...
Oh, wij gaan even wat goede gear maken. Maar ja, we zijn nog niet klaar. Want je kan nog betere custom sticks maken dan de diamond stick. Al denk ik dat ik ook nog even wat kapot ga maken met goud. Want als ik ergens appeltjes vind en we zijn weer boven, dan kunnen we golden apples maken. Hé, hey, dat helpt altijd. Maar eerst even een gratis setje diamonds. Want daar wordt iedereen blij van. 33 diamonds in 10 seconden. Beter dan dit gaat het niet worden, mensen. Zo doen we pickaxe. Doen we ook nog eventjes een zwaardje erbij. Een mooi hempie. Een mooi broekie. Een mooi helmpie. En mooie boots, dames en heren. Ik gooi ook gewoon dit weg. Laat het wegspoelen in het water. Ik heb het niet meer nodig, want ik heb full diamonds. Alle spullen meenemen. En we gaan weer eventjes naar boven toe. We zijn weer boven en hopelijk kunnen wij hier eventjes wat appeltjes scoren. Zo. Kom nu maar. Please, geef appels. Oh, please. Die golden apples kunnen we echt wel goed gebruiken straks. Want het doel is natuurlijk om met deze custom sticks ook nog de Ender Dragon te verslaan. Ik ben benieuwd of het met alleen de custom sticks kan. Hé, hey, stickies. Maar dan moeten we wel iets goeds krijgen. Hé, hey, appeltje. Oh, top. Ik heb ondertussen, terwijl ik toch naar boven ging, wat obsidian zitten hakken. En dat is niet zonder reden. Oh nee, zeker niet. Want er zit een hele sterke custom stick midden in de Nether. Ik moet zeggen, het is wel altijd als je die zijkantjes zo van derp maakt of iets anders. Het ziet er wel een beetje goedkoop uit. Maar dat maakt niet uit. We zijn niet voor de custom sticks. Niet voor een portal schoonheidswedstrijd. We hebben eigenlijk alleen dan nog gravel. Heb ik dat niet tegengekomen? Nee, dat ben ik niet tegengekomen. Maar hier is wel wat gravel. Ja! De eerste. Dat is toch gewoon wat je wil zien, mensen. Dit is toch fantastisch, dit. En 3, 2, 1. Hoi. Hey. Toppie. Als je een blaze rod op een blaze rod zet, dan zou je een hele sterke custom stick moeten krijgen. Ik moet misschien ook wel iets gouds gaan aantrekken voor die piglin straks. Weet je wat? Ik doe dat nu wel eventjes. Doe ik gewoon gouden boots. Wacht even, ik heb mijn crafting table niet opgepakt. Nou, nee. Oké, maakt niet uit. Maakt niet uit. Plan B, maak er nog één. Eigenlijk was het plan C. Plan B was, neem hem gewoon mee. Oké, golden boots. Zo, wisselen we eventjes om. We hebben iets van goud. Neem ik deze keer wel de crafting table mee. Oké, we gaan op zoek naar een stronghold. Of een stronghold. Een fortress. Hallo Blazy. Oh, dit wordt lastig. Hoe ga ik ervoor zorgen dat hij niet boos wordt? Oké, okay, we gaan gewoon omhoog. Dit is zo'n slecht plan. Dit is zo'n slecht plan. Oh. Oh. Hij is niet boos? Ah. Die ander is wel boos. Oh, Witherscantus. Wacht even. Misschien geven die ook nog wel iets. Ik heb wel het gevoel dat dit levensgevaarlijk gaat worden. Dus wat ik ga doen. Pak mijn crafting table. Ik pak mijn goud, mijn enige appel. En we gaan erop af. Voor de stokjes. Oh, het zijn er 3. Oh. Oh, what it? Ik ben sterker dan ik dacht. Oh, hè? Oké, dan is hij beschoten, denk ik. Oké, oké. Dus hier loot. Is het goede loot? Het is nog meer goud. Hallo, vriend. Ik kom in vrede. Ik kom alleen blazers pakken. Dank u. Ah. Oké. Nog een chestje. Ah, hebben niets aan. Oh, daar is nog een blaze. Hoe is hij daar? Oké, ik hak dit gewoon. Is er geen... Ik moest even checken of ik niet... Ah, naar beneden kon vallen. Oké, oké. Oké. Rustig. Eten. Eten, eten, eten. Levensgevaarlijk dit spel. Oké, oké. We hebben wat. Ik moet wat weggooien. Mijn boots. Waar is de blaze? We hebben de blaze rod. Nu nog eentje. Oké. Oh, hij vliegt zo hoog. Waarom vlieg je boven die afgrond? Nee, mijn blaze rod! Oh, ja. Oké, mooi ontweken. Ga naar de blaze. En we hebben hem. En we hebben 2 blaze rods en nog een wither. Eventjes hier veilig staan. En we nemen eerst een hapje pork chop. Wat krijgen we dan? Blaze rod en blaze rod. Het is een fire stick. Right click to fire an explosive fireball. Zei iemand daar. Vuurballen? Oh, yeah boy. Oh, dit is perfect voor de Ender Dragon. Jij wilt toch, jij houdt toch altijd van gaan? Ja, precies. Heb jij misschien Ender Pearls? Nee. Hé, hier komen. Heb jij toevallig Ender Pearls? Nee. Ender Pearls. Hier, neem dit stukje. Ja, dit is echt... Deze is veel waard. Die is wel
10 enderpearls waard. Nee, niet leer. Ik ben blij dat ik een golden stick heb, want anders zou dit een stuk moeilijker worden allemaal. Nee. Enderpearls. Ik heb die nodig voor de custom stick van enderpearls. Nee. Heb je niet vriendjes die wel enderpearls hebben? Mooie pijl. Helemaal niets aan. Nee, ook niet. Ook niet. Ender. Pearls. Ender pearls. Nee, geen boots. Ik snap, het klinkt een beetje hetzelfde. Oh, mijn hemel. Ik ga denk ik ondertussen mijn golden stick maar gebruiken voor wat meer spullen. Weet je wat? Ik leg dit even voor jou hier neer. Hey, niet wegrennen. Pak het op. Zoek iets moois uit. Pak er wat enderpearls van en dan ga ik ondertussen deze golden mushrooms even oppakken. Hé, hey, laat mijn goud hier gewoon liggen. Hij wilt geen zaken doen met mij. Wacht even, heb je nou mijn schoenen opgepakt? Dat zijn mijn schoenen. Nou, deze vent is echt waardeloos. Nou, we hebben precies 0,0 aan hem. Ik ga gewoon mijn weg terug maken naar boven. En dan zoek ik daar wel Enderman. Ik zie zijn voetjes. Ja, kom maar hier met die voetjes. Kom maar hier. Ga kietelen. Hé, hij plaatst hem letterlijk voor. What? Oké, dit is wel heel erg sick. Dit was wel toevallig. Kom eens even hier. Ga ik jou bedanken voor het plaatsen van een blokje voor mijn voeten. Dank u. Ah, geen enderpearl. Enderpearlier. Nee, niet wegrennen nu. Enderpearl. Ah, weer niet. Hé, wat gebeurt daar? Oh, ik kom wel witches tegen. Oh, en iets anders. Oeh, wacht eens even. Gunpowder. Zou het kunnen? Wacht even. Kom hier jij. En ups. Ah, weer geen gump. Ik weet niet wat het is met mijn luck. Ook met de ender eyes. En de pearls. Het is niet aan mijn zijde vandaag. Oké. Okay. Nog een kantje. En. Nope. Ik zit trouwens de hele tijd aan te vallen, maar ik heb een explosive. Of nee, een fire stick. Hoe werkt die? Oh, oh, oh. Oké. Die werkt redelijk goed. Oh, hij schoot hem terug. Dit is een professional. Ik raak alleen soms mezelf. Oké, we gaan de creeper opblazen. Koekje van eigen deeg, vriend. Ja. Geen gunpowder. Ik voel dat dit een bord. Ik ga hem wel met een zwaard aanvallen. Ik denk dat ik dan meer kans heb op loot. De pijn. De pijn van geen loot. De game wil mij niet te krachtig maken. Oh, hier. Gecamoufleerd. Ha. Oké. Ik hoop dat hij het heeft achtergelaten. Is het hier naar beneden? Nope. De eerste keer kreeg ik het ook toen hij zichzelf opblies. Weet je wat ik ga doen? Want ik moet nu ook weer eten en zo halen. Ik ga die creeper en de enderman vinden en killen. En dan kom ik bij jullie terug als ik die materials heb. We hebben de materials. De laatste twee. We hebben, ja, natuurlijk vond ik er nu meer. Maar 3 gunpowder, 2 enderpearltjes. En ik ben even naar deze stad gegaan omdat het gekkenhuis was. Please, laat dit een stick zijn. Anders heb ik dit allemaal voor niets gedaan. Oh, explosive stick. Break a block to exploded? Oh, dit klinkt als een slecht plan. Is dat gewoon zo'n blok? Oh! Hey, een appel! Let's go! Eindelijk mijn appel! Oké, en maar dat deed geen damage op mij. Dat is wel heel fijn. En nu gaan we ook. Is het Ender Pearls? De Ender Stick. Rechter muisknop om een Ender Pearl te gooien. Vet. Ik weet in ieder geval met hoeveel damage de explosive stick doet. Ik bedoel de fire stick. Dat die ender dragon niet neer zal gaan. Dus dat plan gaat helaas niet door. Maar wel wil ik nog een andere vette custom stick testen. Het zou namelijk zo zijn dat als je 2 golden apples. En ik heb nu echt toevallig eindelijk mijn apple gekregen. Als je die boven elkaar doet. De healing stick. Elke keer als je iets of iemand slaat, krijg je helft erbij. Oh jee, is dit echt de persoon op wie ik het wil testen? Oké, doe een klein beetje damage. Ah, oké, oh nee, dit is niet genoeg damage. Doe damage. Oef. Oké, en dan hit ik jou.
En ik krijg levens. Wat een tijd om te leven. Custom sticks maken het leven wel een stukje makkelijker. Ook al duurt het 10 jaar om ze te vinden. Hey, thanks voor de heels, jongens. Thanks voor de heels. Hopelijk vond je video leuk. Smash een duimpje omhoog als je een toppertje bent. Vergeet niet te abonneren. En ik zie jullie volgende keer bij een nieuwe video. Tot dan, mensen. Ciao.